Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe video. Welkom bij alweer de 25ste aflevering van de serie Cinemakkers. En deze keer hebben we het wel over een hele bijzondere film. In de film Argyle wordt de hoofdrol gespeeld door zowel Dua Lipa van het nummer Homesick, maar ook door Henry Cavill, die we natuurlijk kennen van The Witcher, maar die we ook kennen van Batman vs. Superman Dawn of Justice. Zou je denken als je de trailer kijkt? Maar in feite zijn ze helemaal niet de hoofdrol en is het een heel ander verhaal. Welkom bij mijn review van de film Argyle. You must know you cannot. Let's try that again. The prophecy is coming. Like in de film speelt Samuel L. Jackson, die ik ken van A Time to Kill, maar ook van Star Wars Episode 1 The Phantom Menace of Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Maar ook vanuit Iron Man of vanuit The Avengers of vanuit Django Unchained. Maar ook vanuit Kingsman The Secret Service, Avengers Infinity War en ook recent nog in The Marvels. En dat is gewoon een hele goede acteur. En in de film speelt ook Bryan Cranston, die we kennen van 5 seizoenen Breaking Bad. Maar ook van El Camino, A Breaking Bad Movie, van Better Call Saul en ook van How I Met Your Mother. En de film begint met een grote actiescène waarin zowel Henry Cavill als Dua Lipa zitten. Agent Argyle. En na de actiescène zien we ook John Cena nog even, die Henry Cavill's karakter te hulp schiet. Little help, hold on. En op dat moment dacht de maker van de film, oké, we hebben de grote namen gebruikt, die zitten 5 minuten lang in de film. En nu gaan we over op een totaal andere cast. En opeens wordt de cast, die bestaat dan uit Ellie Conway, de schrijfster. Maar ook uit een soort rare Secret Service man die niet een heel cool karakter heeft of zoiets. Wow, hey, there's a cat in there. En ik weet de naam van die spion niet eens meer, maar ik vind hem ook niet een heel cool karakter of zo. You're Ellie freaking Conway. Dan moet ik zeggen, het karakter wat gespeeld wordt door Bryan Cranston is amazing, want Bryan Cranston kan echt acteren, maar eigenlijk misplaatst in zo'n slechte film. I want all assets on them now. I need her to write the next chapter. En ik moet zeggen, van het karakter van Samuel Jackson wat hij speelt in deze film, dacht ik, hey, jij kan weer beter dan dit. Ik ken jou uit films. Jij kan meer talentvol spelen dan dit. It's time for you to meet the real Agent Argyle. Het leuke aan deze film was nog wel dat er een soort kleine hint zat naar de oude Kingsman films. En dat zijn wel echt films dicht bij mijn hart die ik wel heel leuk vond. In de film word je doodgegooid met plottwists. Plottwists die je niet aan had kunnen zien komen. En dat zijn vaak slechte plottwists in films. En het was een beetje, wat mij betreft, gewoon false advertisement. Dat ze de hele tijd doen alsof Dua Lipa en Henry Cavill de hoofdrol spelen in deze film. Terwijl ze allebei na minder dan 5 of 3 minuten screentime hebben. Dat vind ik gewoon flauw. Ik had tegen mensen gezegd van, hey, ik heb Argyle gekeken. Mensen zeiden, oh wat leuk met Henry Cavill. Ja, maar die zit er dan maar 5 minuten in. Volgens mij hebben ze dit verhaal geschreven en dachten ze, hoe maken we dit nou nu nog beter dan dit script? En toen was het Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Henry Cavill, Dua Lipa. En toen dachten ze, oké, nu hebben we zoveel grote namen, nu kan het niet meer falen. En het faalde toch. Meer woorden hoef ik gewoon niet fel te maken aan deze film. We gaan namelijk gewoon lekker straks de video opnemen voor volgende week over Dune Part 2. En aangezien er nu een top 10 volgt van de films die ik de afgelopen tijd in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden in de bioscoop heb gezien eruit. Dat is in dit geval Killers of the Flower Moon uit de 17e aflevering. En dan komt Argyle in de top 10. En dan gaan we meteen kijken naar de top 10. Op 10 staat de film van deze week, Argyle. I need her to write the next chapter. Op 9 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I don't know what lies ahead. But we can't leave our children a world without hope. Op 8 staat Wish. I'm so nervous, I think I'm going to explode. Op 7 staat The Beekeeper. I figured I'd give the firefighters a break. Somebody detain this guy. Op 6 staat Napoleon. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. Op 5 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly civilization disappears. Op 4 staat Wonka. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. Op 3 staat Madame Web.
Welcome back to Volhandable Living. Op 2 staat The Holdovers. I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that? En op 1 staat nog steeds Godzilla Minus One. Godzilla. En als klein extraatje wil ik jullie ook nog de top 10 geven van de films die ik thuis zelf heb gezien. En die komt nu. Op 10 staat nog steeds Seven. You're retiring. 6 more days and you're all the way gone. Op 9 staat What a Girl Wants. Een soort slechte romantische film over een meisje wiens vader opeens de nieuwe minister-president wordt. Nou, niet heel overtuigend. She has a birth certificate, she has my photograph, and she has my eyes. Op 8 staat The Pelican Brief met Denzel Washington. Een verfilmd boek van een boek van John Grisham. De verfilming was gewoon een soort van het boek als script. En daardoor was het niet echt een film, maar wel leuk om te zien. If this thing reaches as deep and goes as high as we think it does, these men will do anything not to be exposed. Op 7 staat Heaven is for Real. Will you call some friends and pray for him? Op 6 staat Star Wars The Clone Wars uit 2008. De film die eigenlijk het begin is van de animatieserie waarin Ahsoka voor het allereerst wordt geïntroduceerd. Leuke film. Soon the Jedi will not only be at war with you, Count, but the Hutt clan as well. Op 5 staat Johnny English Strikes Again. The country is in a state of complete chaos. The universe sends me you. Op 4 staat Retribution met Liam Neeson. There's a man who has put a bomb in the car. Op 3 staat June. Do you often dream things that happen just as you dream them? Op 2 staat Joker. But I do. And people are starting to notice. En op 1 staat Next Goal Wins van Taika Waititi. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film June Part 2. Dus zorg dat je er zeker bij bent op vrijdag om 4 uur. En dan zie ik jullie dan weer. Tot ziens, tot later.